We zijn hier in de RAF waar het zojuist de jeugd 11-11 bal is afgelopen. Tenminste het officiële gedeelte en het feestje is nog in volle gang. En langs me staat onze kerstverse prinsenpaar, prins Mats en prinses Isabel. Hoe was het om eindelijk te kunnen zeggen van we zijn het, dat je uit de kist mocht? Ja, ik vond het heel fijn, want het is gewoon opluchten. Ja, was het ook spannend dat je tegen niemand niks mocht zeggen en dat je er één keer eruit kwam? Ja, het was wel spannend. Ja, was het ook moeilijk om zo lang geheim te houden dat jullie de prinsenpaar werd? Ja, want je kreeg wel echt veel vragen. Ja, was extra spannend en was het ook moeilijk? Ja. We hadden veel vriendinnen die zeiden van ik denk dat jij prinses wordt of hadden ze je naam nooit genoemd? Er zijn wel iemand die dacht dat ik prinses werd. Oké, en hoe was het bij jou, Mats, vanuit de raad vanavond? Dachten de jongens dat jij het ging worden? Ja, gisteren en vandaag was het wel iets meer dat ze dachten dat ik het was. Kijk, helemaal super. En hebben jullie er ook zin in? Ja. Ja, ook Isabel ook? Ja. En wat ga je zo al doen met de carnaval? Weet je het al? Of is het nog een grote verrassing? Nou, ik weet het nog niet. En weet jij ook al een beetje wat er gaat gebeuren? Beetje. Weet je, dus dat wordt gewoon heel spannend. En hebben jullie er wel zin in? En hebben jullie ook een spreuk of een thema wat het jeugdcarnaval gaat worden? Het thema is I Love Moesland. Nou, dan gaan we het een keer met z'n allen zeggen. Dan doen we het tegelijk. 1, 2, 3, het thema wordt... I Love Moesland. Nou, dankjewel en geniet ervan.